zijn er weer. Goedenavond, dames en heren. Het is even na 9 uur. We hebben zojuist de raadscommissie met elkaar besproken. We zijn toe aan de gemeenteraad op 28 april 2016. Hartelijk welkom aan de leden van de raad, alle overige aanwezigen in de raadzaal van Omme en natuurlijk iedereen die thuis ons volgt. Hartelijk welkom. We hebben een agenda met op dit moment één bespreekstuk, maar we gaan allereerst kijken of de agenda op deze manier kan worden vastgesteld of dat er voorstellen zijn tot wijziging. De heer Dunnewind, CDA-fractie. Dank u wel, voorzitter. We hebben een motie vreemd aan de orde van de dag. Die zouden we graag willen inbrengen. Wilt ons vast verklappen waar die over gaat? Dat wil ik. Dat gaat over de verkeersveiligheid in Arjen en Stegeren. Dan voegen wij die toe aan de agenda. Dat zal dan agenda punt 7 worden. En ik weet niet of de motie al was rondgedeeld, maar anders zullen we daar nu zorg voor dragen. Dan komt dat goed, dan kan iedereen ook meedoen. Dan kom ik bij het vragen half uur. Ik heb één vraag. Fractie van de LPO, de heer Bongers. Terwijl de heer Bongers deze kant op lopen, moet ik nog iets doen wat ik verzuimde te doen. De heer Veurink en de heer De Vries Robles hebben zich afgemeld voor de vergadering van vanavond. Dus dan heb ik daar ook nog keurig medegedeeld. De heer Bongers met de en de heer Tekeurs is ook afwezig. Maar die is geen lid van de raad. De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. We hebben een paar hele basale vragen. We hebben die vragen ook al schriftelijk gesteld. Maar het schijnt wel bijzonder moeilijk te zijn om die basale vragen te beantwoorden. Maar ik zal ze stellen. De eerste vraag is: hoeveel medewerkers heeft de BOH in dienst op dit moment? Graag in aantal en FTE's. De tweede vraag is: heeft de BOH op dit moment boventalligen? Of één boventallige, kan ook nog. Ik ga ervan uit dat er boventalligen zijn. En wij zouden graag op dit moment inzicht willen hebben in het aantal boventalligen, zowel in aantal als in FTE's. Dat waren de vragen, voorzitter. Dank u wel. Namens het college mag ik zelf de beantwoording doen, dus ik kom die kant op gelopen. Ik heb overigens afgestemd met de plaatsvervangers, voorzitter, dat ik dat op deze manier zou doen, omdat ik de vermoeden had dat als ik u concreet antwoord zou geven, dat dat niet tot vervolgvragen zou leiden. Maar daar kan ik me natuurlijk in vergissen. Overigens vond ik zelf een veel interessantere vraag: waarom zou de heer Bongers nou deze informatie willen en wat zou hij daar nou mee willen gaan doen? Dus misschien kunt u een tipje van de sluier oplichten, nadat ik u feitelijk van informatie heb voorzien. Ik ga uit van de peildatum van 31 maart 2016. Dan hebben wij een totale formatie van 481,52 FTE. En dat betreft maar liefst 628 medewerkers. Schrijft u mee? Goed zo. Zijn er op dit moment boventalligen binnen de bestuursdienst Omme Hardenberg? Ja. Indien ja, wat is het aantal boventalligen? Kan ik u ook melden? 16,42 FTE. En dat betreft 26 medewerkers. En onze insteek is, zoals u weet en ook met u is besproken, dat met inzet van de door u beschikbaar gestelde frictiegelden dit in de periode tot 2020 is opgelost. De heer Bongers, sorry. Dank u wel, voorzitter. Ja, als u op dat knopje drukt, dan zou je bijna denken dat je in een revival van V&D zit. 2016 voor 325. Maar terecht de vraag van uw kant. Wat beoog je nou met die gegevens? Dat wil ik graag toelichten. Ik wil daar graag gebruik van maken van deze gelegenheid, voorzitter. Ik denk dat in deze moeilijke tijden waarin de gemeente Omme verkeert en waarin regelmatig voorstellen worden gedaan voor extra geld, voor het inhuren van expertise of aantrekken van andere mensen of wat dan ook. En er zijn mensen boventallig. Dan is onze insteek van laten we kijken wat we kunnen benutten vanuit de boventalligheid. En dan verbaast het mij zeer als ik diezelfde vragen die ik nu aan u gesteld heb, en ik stel ze schriftelijk aan de BOH, dat ik een antwoord krijg die daar absoluut geen uitsluitsel over geeft. Ik vind dat ver beneden peil. Maar de insteek is positief. Wij willen met het college meedenken om de financiële problemen op te lossen. En er zijn natuurlijk vele wegen die naar Rome leiden. Dat was het. Tenzij u nog nadere vragen heeft, voorzitter.
als voorzitter heb ik geen nadere vragen. En als portefeuillehouder ben ik blij dat u een tipje van de sluier heeft opgelicht. Dus volgens mij moeten we de discussie daarbij laten. Maar ik kan me zo voorstellen dat we de komende tijd op dit thema nog wel weer terugkomen. Er valt overigens nog wel wat meer over te zeggen, maar dat zal ik u voor dit moment besparen. Nou, is spontaan mijn beeldscherm weer zwart geworden. Vaststelling verslag van de openbare vergadering van 14 april jongstleden. Daar heeft niemand zich gemeld, dus ik ga ervan uit dat u het kunt vaststellen. Dat heeft u gedaan. De ingekomen stuk en voorstellen naar aanleiding van de ingekomen stuk. Heeft zich ook niemand gemeld. Dat kunnen we ook doen zoals voorgesteld. Dan hebben we vanuit het college van BNW één mededeling. Wethouder Schelen namens het college. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een korte mededeling en die betreft het openluchtzwembad. Zoals u weet hebben we lang onderhandeld met de stichting Openluchtzwembad. En ik kan mededelen dat zij de huurovereenkomst hebben getekend. Dat betekent dat de exploitatie door de stichting definitief wordt overgenomen. Ze hebben gevraagd om het parkeren goed te regelen. Nou, dat hebben we denk ik ook goed opgelost. U kunt het ook allemaal zien. Komende zaterdag vanaf 12 uur hebben we de opening. Dank u wel. Het gerucht gaat dat wethouder Schelen een nieuwe zwembroek heeft gekocht. In het kader van de verlossing van de financiële positie van de gemeente. U kunt bieden op de zwembroek na afloop. Hij wordt voorzien van een handtekening. Goed. Excuus. Wij komen bij de bespreking. Een heel serieus onderwerp. De implementatie van de vennootschapsbelasting. Ik kijk wie daarover het woord wenst. Ja, ik kijk. Ja, nee, dat weet ik. Maar ik kijk even wie verder ook het woord wenst. Dankjewel. In ieder geval de LPO, D66 en VOV. De heer Bongers, dan mag ik als eerste naar voren uitnodigen. Dank u wel. Ja, daar zie ik. Ik kan overigens meneer Schelen geruststellen, want toevallig was ik vandaag bij het zwembad. En bij de huidige temperatuur hoeft u het water niet in. Sterker nog, u mag het water zelfs niet in. Dus, maar de activiteiten gaan wel door aanstaande zaterdag. Dus u bent van alle harte welkom. Dat terzijde, voorzitter. Vennootschapsbelasting. Hoewel de LPO is degene is geweest die heeft gezegd van we willen het toch op de agenda plaatsen als bespreekstuk. Hebben we uiteindelijk besloten om het tot een stemverklaring te beperken. En die doe ik dan hierbij, als het mag. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Vennootschapsbelasting is een nieuw fenomeen binnen het gemeenteland. Wij begrijpen heel goed dat je daar bij de opstart soms wat hulp nodig hebt. En we kunnen ook billijken dat je daar externe expertise bij haalt. En dat uiteraard ook wat geld kost. Dus so far, so good. Waar wij wel problemen mee hebben, is dat het feit dat de budgetten die daar oorspronkelijk voor stonden niet gehaald worden. Dat de informatievoorziening daarin ernstig tekort is geschoten. En waar wij nog de meeste moeite mee hebben, en dan keer ik weer terug op bijna het centrale thema van vanavond, is dat er geen dekking is voor het benodigde geld. En dat vinden wij voor een wethouder van financiën, die zo'n project onder zich heeft, ja, gewoon een heel slecht voorbeeld. Dat zou niet moeten kunnen. En wij vinden dit echt niet waarderenswaardig voor een wethouder van financiën. En dat was onze stemverklaring, voorzitter. Dank u wel. De heer Mors van de D66-fractie. Ja, voorzitter. We weten allemaal hoe het zit. Het is een Europese richtlijn waaraan we moeten voldoen, dus daar doen we ook verder niks mee. Het enige wat wij nog wel als gedachte mee willen geven, van er zit nu wel een extern bureau op, PwC. Laten die in ieder geval bij de uitvoering ook ambtenaren van de gemeente en de BOH meenemen, zodat we niet volgend jaar weer worden geconfronteerd met een extern bureau. Dat was het. Dank u wel. Ik denk de heer Middelkamp, VOV-fractie. Hij doet het, ja. Voorzitter, helaas kunnen wij niet zo kort zijn als de twee vorige sprekers. We zullen iets meer woorden gebruiken, alhoewel het in de richting komt van wat de stemverklaring van de LPO behelst. En laten we meteen met de deur in huis vallen, voorzitter. De VOV spreekt treurnis uit over de gang van zaken als het gaat over de slechte betrokkenheid van de raad, de communicatie en het meenemen in dit toch niet al te grote project, eerlijk gezegd. We hebben de treurnis niet schriftelijk vertaald in een motie. Dat zou ook zonde zijn.
tijdverspilling. Je kan op voorhand redelijk goed voorspellen dat de motie het toch niet gaat halen. Maar mochten er fracties zijn die na ons betoog het idee hebben van ja, wij betreuren het toch wel heel erg en we hebben ook wel bedenkingen, dan horen we dat uiteraard graag. Onze toelichting, voorzitter, op hetgeen wij betreuren, geef ik u graag. En daarvoor wil ik u graag even terugnemen in het recente verleden. In de commissievergadering van december 2014 is als eerste keer dit onderwerp geagendeerd met zoveel vragen van de kant van de raadscommissie dat uiteindelijk het stuk is teruggenomen en niet verder is behandeld. In april, het jaar later, heeft in een herkansing PwC, overigens onder een betaalde presentatie, de raad van het nut kunnen overtuigen. En uiteindelijk dachten we van ja, dit is toch te belangrijk, we zullen hier iets aan moeten doen. En zo geschiedde in mei daarop volgend hebben we fase 1 voor dit project goedgekeurd. En wel tegen een bedrag van 23.000 euro. Onder de toezegging, voorzitter, dat er per fase teruggetijd sprake zou zijn van tussentijdse terugkoppeling. In de laatste commissievergadering bleek een overschrijding van ruim 30.000 euro op het bedrag van fase 1 van 23.000 euro. Er was geen dekking, zoals al gememoreerd is, en er was geen enkele terugkoppeling geweest over de resultaten tot dan. De vragen in de commissie waren dan ook niet van de lucht, voorzitter. Op vragen van de VOV in de commissie over de totstandkoming van de overschrijding, de verklaring daarvan, kon helaas op dat moment de portefeuillehouder geen antwoord geven. Maar hij zegt ertoe dat schriftelijk te verklaren en ons, tot ons te laten komen. En dat is ook gebeurd. Maar wat blijkt, voorzitter, er is niet alleen uitvoering gegeven aan fase 1. De overschrijding heeft wellicht deels te maken met fase 1, maar dat blijkt helemaal niet uit de stukken. We hebben een overschrijding van 30.000 euro, omdat ook maar meteen fase 2 is meegenomen. En naar ons idee, voorzitter, heeft de raad geen instemming, geen toestemming betuigd voor het starten van fase 2. Er is ook geen terugkoppeling geweest over de eerste fase. En wij vermoeden dat die 30.000 euro voor een groot gedeelte in die tweede fase is gaan zitten. De eerste vragen aan de portefeuillehouder zijn dan ook waarom fase 2 niet vooraf aan de raad is voorgelegd en waarom er gewoon is gestart. En waarom er na fase 1, zoals beloofd, geen tussentijdse rapportage is verstrekt. Dan, voorzitter, even over het nut van het project. Want we geven in totaal ruim 93.000 euro uit. En op zich, en dat hebben we ook al in de commissie aangegeven, is dat misschien nog helemaal niet zo erg als je dan ook maar een veelvoud qua revenue daarvan zou kunnen terugzien. Dus de vraag is, wat heeft het om nou uiteindelijk opgeleverd? En dan is er iets vreemds aan de hand. Het streven was om op nul uit te komen. Oftewel, we proberen geen vennootschapsbelasting te betalen. In mei vorig jaar hebben we gezegd van ga maar van start. En heel kort daarna is er een globale schatting gemaakt van een bedrag van 45.000 euro. Wat ook begroot is voor dit jaar als raming voor de af te dragen vennootschapsbelasting. Bij navraag in de commissievergadering, voorzitter, bleek dat na alle inspanning op de vraag van goh, en wat is nu het resultaat geworden? Zitten we al op die nul? Waar komen we nu? Zitten we nog steeds precies op die 45.000 euro. En onderwijl hebben we wel dik 50.000 euro uitgegeven aan onderzoek en analyses en weet ik wat al niet. Dus is de vraag, voorzitter, vraag 2 aan de portefeuillehouder, is die 93.000 euro het ons nou waard geweest? Hoeveel hadden we moeten afdragen als we dit niet gedaan hebben, zouden hebben en hoeveel komen we dan straks op uit? En dat is dan die beruchte 45.000 euro. Overigens, voorzitter, gaf de portefeuillehouder ook aan dat eigenlijk de feitelijke winst zit in het feit dat als we dit nou maar één keer goed doen, dat we dan de komende jaren geen extra of onnodige overleggen met de Belastingdienst zouden moeten hebben. Maar wij stellen ons zeer serieus de vraag of dat ons 93.000 euro zou moeten kosten, voorzitter. En daar horen we graag van de portefeuillehouder een reactie op.
Dan, voorzitter, over de vertrouwelijke rapportage. Want we hebben gevraagd, hè, vele fracties in de raadscommissie, van goh, hoe zit dat nou precies en wat is er nou uitgekomen, hè, na al die analyses. En de VOV-fractie, voorzitter, heeft deze rapportage bij de Griffie ingezien. En vanwege het vertrouwelijke karakter kunnen we er niet zo heel veel inhoudelijk over zeggen, want daarom is het immers ook vertrouwelijk. Maar er zijn toch een paar dingen die naar ons idee wel even voor het voetlicht gebracht mogen worden. Wat opvalt in die rapportage is dat het overgrote deel van de activiteiten van de gemeente verliesgevend zijn. En als je verlies leidt, hoef je daar geen belasting over te betalen. Dus rechtvaardigt dat opnieuw diezelfde vraag, het bedrag voor dit project van 93.000 euro eigenlijk wel. Er wordt gesproken in het rapport over een risico, omdat de Belastingdienst nog niet met zekerheid heeft kunnen aangeven of de analyse die is gedaan, of die ook geaccepteerd zal worden. En de vraag aan de portefeuillehouder is hoe groot hij het risico inschat dat er eventueel ook nog meer afgedragen zou moeten kunnen worden. Voorzitter, in die vertrouwelijke rapportage is voor het grondbedrijf een aparte rapportage opgesteld, een aparte notitie. En hieruit blijkt hoe groot de jaarlijkse afdracht ergens tot 2030, geloof ik, is geprognosticeerd. Ik zal op de inhoud nogmaals vanwege het vertrouwelijke karakter niet ingaan. Maar wat opvalt in de rapportage is dat er telkens weer een onzekerheid wordt benoemd, zijnde de rotbrink. De positie van de rotbrink komt daar vele malen in terug. We kennen inmiddels, hebben we zojuist nog bij de hand gehad, dat er liquidatieplannen voor de BVCV van de Rotbrink zijn. En de vraag aan de portefeuillehouder is of er al iets van effecten gemeld kan worden als die liquidatie daadwerkelijk plaats zal vinden. En wat is dan dat effect op die meerjarige geprognosticeerde afdracht van de VPB? En tot slot, voorzitter, de laatste vraag aan de portefeuillehouder. Dat is eigenlijk min of meer in lijn met wat D66 volgens mij ook heeft beoogd met hun vraagstelling. Er wordt in de vertrouwelijke rapportage aangegeven dat de clustering van de activiteiten jaarlijks weer opnieuw tegen het licht gehouden zou moeten worden. En de vraag aan de portefeuillehouder is of het de BOH is gelukt om met de ervaring tot nu toe dat toekomstvast te borgen, zodat er niet jaar in jaar uit opnieuw PwC of collega's daarvan moeten worden ingehuurd om die beoordeling van die clustering te doen. Tot zover, voorzitter, en we zijn erg benieuwd naar de beantwoording van de portefeuillehouder. Dank u wel. Dan is het woord aan wethouder Schelen namens het college. Voorzitter, dank u wel. Ja, misschien is het goed om even de volgorde om te draaien. Te beginnen met de uitgebreide vraag van de heer Middelkamp. En dan vervolgens de heer Mors te beantwoorden en tenslotte de heer Mors. Allereerst de vaststelling van de heer Middelkamp dat we in april een gesprek hebben gehad over de fase 1 en de fase 2. En dat zeg maar de gemeenteraad in eerste instantie het alleen over de fase 1 had, die is correct. De vraag is of de overschrijding die zeg maar hier is opgevoerd, in hoeverre die nou te maken heeft met fase 1 en fase 2 tezamen. Het antwoord is dat dat inderdaad het geval is. En het hangt samen met het feit dat in dat gesprek in april we hebben aangegeven van goh, wij lopen uit de tijd. De noodzaak om te komen tot een goede opstelling, een beginbalans, die was hoog. En we hebben ook toen gezegd van, en dat was ook een breed in de raad gedeeld, van nou ja, wat er ook gebeurt, we moeten wel zorgen dat we dat in ieder geval op tijd hebben. En dat is in feite ook de reden geweest waarom die inventarisatiefase, en dat is fase 2, toen ook daadwerkelijk hebben opgestart. Levert dat nou een uiteindelijk bedrag op van 93.000 euro? Als kosten. Dat is niet het geval. U heeft 23.000 reeds gevoteerd, 23.250 om precies te zijn. Wat nu voor ligt is de vraag of u nog 40.000 euro wil fourneren. Dat is totaal 63.000 euro. En doen we het daar dan mee? Nou, dat heb ik ook intern nog eens even heel scherp uitgezet. En het antwoord is van dat is in beginsel het geval. Er moet één voorbehoud worden gemaakt. Indien uit de gesprekken met de Belastingdienst nadere bijzonderheden blijken, dan zou dat eventueel iets meer kunnen betekenen. Maar voor z'n hand gaan we ervan uit dat we voor dat bedrag kunnen doen. Dus met deze 40.000 is het daarmee klaar. We streven op nul. Ja, dat is zeker het geval.
Maar we weten met elkaar dat er sowieso helaas wel vennootschapsbelasting op winstgevende activiteiten moet worden betaald. Maar we willen het zodanig opstellen dat we zo weinig als mogelijk hoeven te betalen. En dat is de hele exercitie voor bedoeld. Ik heb ook al wel eens eerder gezegd, eigenlijk is dit een jammer exercitie, want je geeft dus heel veel energie uit om uiteindelijk tot zo weinig als mogelijk te komen. Ja, en het streven is inderdaad nul. De voorlopige uitkomst was van, we zullen er wel rekening mee moeten houden dat we 45.000 euro jaarlijks, dus structureel, moeten gaan uitgeven. Maar om dat zo goed mogelijk op te stellen, gaan wij nu wat kosten maken. En ik denk dat precies ook het misverstand is, zoals je dat neerzet, van het lijkt erop alsof je veel geld, geen 93, maar 63.000, jaarlijks uitgeeft om, voor welke winst? Met deze exercitie hebben we in ieder geval voorkomen dat we heel veel extra jaarlijks zouden moeten gaan doen. Nog los van het feit dat, indien je het nu goed doet, je voor de komende jaren in feite ook geen extra ambtelijke capaciteit hoeft in te zetten. En ik denk dat dat wel belangrijk is. U gaf uit de vertrouwelijke rapportage een aantal algemene gedachtenlijnen. Ik heb geen moeite mee om die ook even te beantwoorden, want u heeft inderdaad keurig daar niet uit geciteerd. Belangrijk element daarbij is dat je niet alles met elkaar kan compenseren. Kijk, het zou heel mooi zijn als je één gesloten huishouding hebt en zegt van, goh, uiteindelijk heb je een stuk verlies. Nou, dan hoef je überhaupt geen VPB te betalen. Helaas is dat niet het geval. En dat is ook precies de reden om, die exercitie te doen met PwC. Om goed te onderscheiden wat kan wel gecompenseerd worden en wat niet. U gaf, het verhaal van de grondexploitaties aan en de rondbrinkonzekerheid. Één ding is volstrekt duidelijk. Het gevolg van de rondbrink zal niet zijn dat we daar VPB over hoeven te betalen. Gegeven het feit dat dat een verliespost is. Het gesprek van toenet maakte dat denk ik ook wel duidelijk. Dan uw vraag en vooral ook die van de heer Mors. We moeten hier natuurlijk het zodanig organiseren dat de BOH jaarlijks inderdaad in staat zal zijn om die goede aangifte te doen. En dat is inderdaad geborgd. Dat is ook de hele exercitie geweest. Tenslotte de heer Bongers met zijn stemverklaring. We hebben de vorige keer in de commissie er ook even over gehad van, goh, wat is nou hier het onvoorzienbare geweest? Hè? Dus wat valt onder de ONO's? Daar denken we blijkbaar verschillend over. Wil wel het boetekleed aantrekken over de procedure naar de raad toe, met name naar de tweede fase toe. Dat gaat mij niet meer overkomen. Daar wil ik het bij laten. Ik heb zelf de indruk dat u aardig op de punten bent ingegaan, maar voor de zekerheid kijk ik met name nog even naar de fractie van D66 en de VOV. Heeft u nog behoefte aan de tweede termijn, de heer Middelkamp? Ik mag u uitnodigen. Ja, het mag ook vanaf de plek trouwens, tweede termijn. Realiseer ik me met excuus. Even kijken. Ja, dit gaat ook goed. Voorzitter, ja, ik had gevraagd of nog een keer willen vragen van, goh, waarom is de raad niet in fase 2 betrokken en waarom is dat niet aan ons voorgelegd en waarom is daar geen financiële planning voor afgegeven? Maar u geeft al aan, u bent eigenlijk om de tijdstuk een beetje te vroeg begonnen. U heeft de raad daarin niet meegenomen en het zal u niet meer gebeuren. Dat is voor ons voldoende om deze vraag niet verder te herhalen. Dan even over het bedrag, voorzitter, want ik snap er bijna niks meer van. Als ik de toelichting bekijken, dat is maar één A4'tje, dan zie ik toch heel erg duidelijk dat in 2015 er een beschikbaar budget was van 23.000 euro, dat er inmiddels 53 is besteed en dat betekent derhalve ten laste van het rekeningsresultaat, ik lees voor uit uw eigen werk, een verlies van 30.000 euro. Dus in 2015, voorzitter, is er 53.635 en 74 cent betaald.
En vervolgens ligt er nu voor het verzoek om voor fase 3 40.000 euro uit te geven. En van die 40.000 euro, voorzitter, is er inmiddels tot en met vandaag, of tot op dit moment, tijdens het schrijven van dit stukje, al 8400 en nog wat besteed. Dus we beslissen uiteindelijk, willen we dit project voortgang geven over een bedrag wat nog te besteden is van 31.543,90. Maar voorzitter, hoe wij het ook wenden of keren, 53.000 uitgegeven en voor 2016 nog 40, brengt voor ons binnen de VOV-fractie een totaal van 93.000 euro en niet 63. En misschien dat de wethouder daar nog een korte reactie op zou willen geven. Wethouder Schelen mag dan ook vanaf deze plek doen. Ja, zo lukt het. Ik snap uw punt, omdat er bij de laatste regel staat rest nog te besteden. Maar wat we hier in feite doen, is de fout die we in feite hebben gemaakt, namelijk geen autorisatie voor de tweede fase, om die hier te herstellen. Dat wil zeggen dat het meerbedrag van het rekeningresultaat van ruim 30.000, zeg maar, hier wordt geautoriseerd. En dus inbegrepen is in die 40.000. U zegt terecht van, goh, het is nog, er is al 8 mil van zeg maar uitgegeven. Dat klopt. Dat betekent dat we dus nog maar een paar mil te gaan hebben. En dat klopt ook. We hebben intern zeg maar opgenomen van, goh, wat is er dan nog te doen? Het werk is zeg maar op een haarna klaar. Het enige wat rest is het gesprek met de Belastingdienst. En daar moeten we mee doen. Dat is wellicht ook een nieuwtje. Maar dat betekent ook dat we dus ook geen noodzaak meer hebben om PwC opnieuw in te schakelen. Dank u wel. Dan kom ik aan de besluitvorming over dit stuk. Met excuus, en alles blijft maar wat uitvallen. Waarbij de vraag is of u kunt instemmen met hetgeen aan u is voorgelegd. Om te starten met de derde fase, in te stemmen met de opdracht aan PwC, inhuur van derden op basis van de ontoereikende formatie, kosten derde fase, ten laste brengen van begrotingsresultaat, bestuursdienst opdracht geven om het met PwC verder te regelen en het begrotingstekort 2016 te laten groeien met 40.000 euro. Wie is tegen dit voorstel? Een stemverklaring mag ook, de heer Middelkamp. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wij realiseren ons dat we nu weer zo ver gevorderd zijn en helaas dat het zoveel geld gekost heeft, maar het kon niet anders en bovendien blijft het ook terugkijken en dat is misschien wel zonde van onze tijd. Kunnen we weinig anders dan instemmen met het voorstel voor het afronden van fase 3. Maar met de opmerking dat, dit is misschien niet helemaal het moment om te blijven kissenbissen over het totaal van de getallen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat in tweede instantie de uitleg van de portefeuillehouder onze fractie althans op geen enkele manier heeft overtuigd. Het sterker nog, het alleen maar mistiger gemaakt heeft. Terwijl ik hier een half A4'tje voor me heb met getallen die helemaal voor zich spreken. Dus wat ons betreft hebben we in totaal 93.000 euro uitgegeven. Wat we een betreurenswaardig hoog bedrag vinden gezien het resultaat. Het zij zo, maar dit moest ons toch even van het hart. En voor de rest zullen we voor het voorstel stemmen om fase 3 verder af te ronden, voorzitter. Dank u wel. Het was een wat lange stemverklaring, maar goed, het is nog op tijd. Dus kan ik constateren dat de raad kan instemmen met het voorstel zoals het is gedaan. Is iemand er tegen? Niet, dan heeft u met algemene stemmen voorgestemd. Kom ik bij het toegevoegde bespreekstuk namens de fractie van het CDA. De heer Dunnewind heeft dat ingediend en ik zou hem willen uitnodigen naar voren te komen. Ik weet niet of de heer Katerberg al met hem mee wil lopen. Dat is dan met name om mij te vervangen, omdat ik ook op dit dossier plaatsvervangend portefeuillehouder ben. Voorzitter, het CDA heeft een motie vreemd aan de orde van de dag. Het gaat over de verkeersveiligheid in Arjen en Stegeren. De raad van de gemeente Ommen in vergadering bijeen op 28 april 2016 overweegt dat de herinrichting van de huidige Koevoordeweg, de R119, niet gewenste verkeersonveilige situaties met zich meebrengt. Dat het verkeer en met name het landbouwverkeer overlast ervaart van de in de weg aangebrachte drempels.
dat het aantal verkeersbewegingen over deze weg nog steeds aan de hoge kant is. Dat de palen in het verplichte fietspad na de winter nog niet zijn teruggeplaatst, waardoor ook auto's over het verplichte fietspad kunnen rijden. Dat door de aanleg van het nieuwe sportpark Westbroek en de woonwijk Alteveer het sluipverkeer over de Arjeveldseweg, Arjevlierweg en de Koevorderweg behoorlijk is toegenomen. Dat de bermen van genoemde wegen kapot gereden zijn. Dat meer verkeer gebruik maakt van de Stegendijk en daar bovendien vaak ook nog te hard gereden wordt. En er niet of nauwelijks sprake is van handhaving. Is van mening dat, gezien de inrichting van de Koevorderweg het aantal verkeersbewegingen over deze weg te hoog is, dat als gevolg van de herinrichting van de Koevorderweg, de R119, inclusief fietspad, er verkeersonveilige situaties ontstaan, dat door de aanleg van het sportpark Westbroek en de wijk Alteveer er meer sluipverkeer gebruik maakt van de Arjeveldseweg, Arjevlierweg en de Koevorderweg, terwijl deze wegen daar onvoldoende op berekend zijn, dat de verkeersveiligheid van met name schoolgaande kinderen die over de Stegendijk naar school moeten fietsen zorgen baart, dat er na de herinrichting van de Koevorderweg, de aanleg van de N36, de aanleg van de nieuwe woonwijk en sportpark, er geen evaluatie heeft plaatsgevonden over de gevolgen van het onderliggende wegennet. Draagt het college op om de herinrichting van de Koevorderweg te evalueren en de gemeenteraad over de uitkomst hiervan te informeren voor de uitkomst en vaststelling van de verkeersvisie 2030, nog uiterlijk oktober 2016. Een evaluatie uit te voeren naar de gevolgen van de aanleg van de N36, de nieuwe woonwijk Alteveer en sportpark Westbroek, voor het onderliggende wegennet en dan vooral voor wat betreft de effecten op de Arjevlierweg, Arjeveldseweg en de Koevorderweg en de gemeenteraad hierover te informeren voor de uitkomst en vaststelling van de verkeersvisie 2030, uiterlijk oktober 2016. En de plaatselijke belangen van Arjen en Junne, Stegeren, bij de evaluatie te betrekken. Eventuele onderzoekskosten, en aangaande vanuit dat het niet nodig moet zijn, kunnen ten laste worden gebracht van de post incidenteel 2016. En gaat over tot de orde van de dag. Om een 28 april 2016 is getekend. De motie is getekend. En ik constateer dat er overleg is binnen het college. Op dit moment is er behoefte aan een schorsing. Maar er is wel behoefte aan wat meer horen van de raad. Ja. Wil de raad eerst het college? Ik denk dat de raad eerst de mening van het college wil horen over de motie. En dan geef ik daarna de gelegenheid om te reageren. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik zat even in mijn papieren te zoeken of ik nog wat nadere informatie had met betrekking tot de voorliggende motie vreemd aan de orde van de dag. En het is wel aardig, ik zat wat te denken aan wat we eerder vanavond met elkaar gepasseerd hebben. Waarbij het voorstel u had bereikt namens het college om tot een herinvestering te komen van de middelen die wij in de aanbesteding hadden vrijgekomen. Nou, mijn indruk was nog niet dat dat heel erg warm werd onthaald door de raadscommissie. En toen heb ik u voorgesteld om tot een integrale afweging te komen op het moment dat het bij de kadernota aan de orde is. En eigenlijk zou, als je die lijn volgt, gehoord hebben de raadscommissie voor dit voorstel hetzelfde moeten gelden. Zeker omdat het extra kosten met zich meebrengt. Die evaluatie zal niet vanzelf plaatsvinden. Een beetje verkeersevaluatie kost ook zomaar weer 5.000 à 10.000 euro, stel ik me zo voor. Dus de vraag is of je dat wilt, of er nu de urgentie is, of dat je dat zou moeten afwegen in het kader van de bestedingen die we met elkaar in het najaar doen. Dus eigenlijk zou ik zeggen, zonder dat we uitbundig afgestemd te hebben met de collega's, als je één lijn trekt, moet je dit gewoon meenemen in de bespreking van het najaar en niet nu om 9:45 beslissen. Dus advies is negatief, voorzitter. De heer Dunnewind. Mag ik even schorsen, voorzitter? Mag. De schorsing is beëindigd en ik heropen de vergadering. Het woord is aan de heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. We hebben de portefeuillehouder, of de waarnemend portefeuillehouder, hebben we gehoord. Wat het CDA betreft willen we eigenlijk wel weten wat er kan binnen de bestaande middelen. U geeft aan dat het zo weer een bedrag van 10.000 euro gaat kosten. Waarop zou dat op gebaseerd zijn? Maar wat zijn de mogelijkheden binnen de bestaande middelen? Daar komt bij dat we als het college opdragen om een evaluatie te doen. Een evaluatie op basis waarvan wij straks kunnen besluiten om te bepalen wat we moeten gaan doen in de kader. Wat we eventueel later in het jaar moeten gaan doen om het probleem wat voor ligt te kunnen tackelen.
En als we dat nu die evaluatie niet doen, dan lopen we straks weer achter de feiten aan. Dus wij willen graag een reactie van de portefeuillehouder in deze en met deze aanvulling. Dank u wel, voorzitter. Moet het aan de portefeuillehouder? Sorry, ik denk dat het goed is om dan toch even op deze plek te gaan staan. Ja, er valt heel veel over te zeggen, hè, want dan ga ik toch maar even wat inhoudelijk reageren op de motie vreemd aan de orde van de dag. Er zijn een aantal overwegingen en een aantal van mening zijnde dat. En dat loopt van deel in alle eerlijkheid wat door elkaar, want in hoeverre alle overwegingen en als feiten gepresenteerde feiten ook daadwerkelijk zo zijn, dat is natuurlijk ook een aanname. Maar die discussie wou ik eigenlijk niet op. U ziet aanleiding om hier een nader onderzoek naar te vragen, dat is natuurlijk uw goed recht. Dat is ook het recht van de Raad om dat bij het college onder aandacht te brengen en te vragen dat op te pakken. Maar ik worstel echt oprecht met het gegeven dat we eerder vanavond een soortgelijk punt bij de kop hadden, waar u als raad, commissie in dit geval, toch een vrij helder standpunt over heeft ingenomen. Op dit moment is er geen budget beschikbaar. Dus het gaat echt om extra middelen. Ik heb overigens de aanname gedaan 5.000 à 10.000 euro. Maar de ervaring met dit soort evaluatieonderzoek is dat het gauw om dat soort bedragen gaat. We hebben net de VPB-belasting bij de kop gehad. Dat was een veelvoud ervan, of het nou 50.000 of 90.000 euro precies is. Dus ik worstel daar echt wat mee. Tegelijkertijd zijn we ook bezig met de verkeersnota. In proces voorzien zou dat voor de zomer toch in concept klaar moeten zijn. Dus de vraag is überhaupt of we die evaluatie zo snel uit kunnen voeren dat die er nog in gefietst kan worden. Waar ik me wel kan voorstellen, maar dan pakt u volgens mij ook de zuivere proceslijn die u eerder vanavond zo goed bij de kop pakte. Overigens misschien niet op voordracht van het college, zeg ik er meteen bij. Waarbij u zei van ja, we gaan een afweging maken in het najaar. Dan heeft u die verkeersnotitie ook. Stel nou voor dat die verkeersvisie aanleiding geeft om de verontstelling die u nu heeft opportun te achten. Dan zou dat het geëigende moment zijn om te zeggen van nou ja, maar we zien nu die verkeersnota, maar we hebben toch nog grote vragen bij dit thema. En willen dat nog een keer voorleggen bij de raad en dat onderzoek doen alvorens wij die verkeersnota vaststellen. Want ik me ook kan voorstellen dat die verkeersvisie een financiële vraag met zich mee gaat brengen, die ook weer van belang is in het totale financiële kader wat we moeten doen. Dus ik zou eigenlijk zeggen, hou hem aan. Breng hem opnieuw in bij de verkeersnota. Het heeft toch niet zoveel zin om nu dit besluit te nemen, want ik denk dat die evaluatie niet tijdig kan geschieden. Als je het serieus wil doen en het proces recht wil doen, zoals u dat ook schetst, en ik denk op zich dat dat verstandig is, breng hem op dat moment in. En dan is het misschien verstandiger om de totale afweging te maken, ook in het kader van de financiële middelen die op dat moment beschikbaar zijn. Zou u dat niet willen en toch in stemming willen brengen, zou ik u eigenlijk willen voorstellen om even 2 weken aan te houden. Want dan is de vakwethouder weer aanwezig. Dat hoeft niet. Ik bedoel, ik denk niet dat hij er anders over denkt dan ik. Maar die kan misschien nog iets gedetailleerder met u de discussie aan. Maar ik denk echt dat de weg die ik u schets de meest geëigende zou zijn. De vraag aan de heer Dunnewind is van, houdt u hem aan of wilt u hem in stemming brengen? Ik vraag eerst nog een schorsing, voorzitter. Bij deze, hoe lang? Een half uur. Het woord is aan de heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Even kort. Het CDA stelt voor om de motie aan te houden. Maar wel dat we zeg maar, over 14 dagen met de verantwoordelijke portefeuillehouder om de tafel gaan dat de inhoud van dit stuk integraal wordt meegenomen zeg maar, in het ontwikkelen verkeersvisie. In dat geval, en dat we voorgaan voor de integrale afweging in het, met de kadernota en de begroting. Maar het blijft wel een zorgpunt dat de inhoud op basis waarvan wij besluiten. De evaluatie, anders gezegd, op basis waarvan we dan gaan zeggen dat we dingen doen of niet doen. Maar dan gaan we met de portefeuillehouder zelf om de tafel. Dank u wel. Ik constateer dat de motie wordt aangehouden. En constateer dat daarmee de vergadering ook is afgelopen. Voor degenen die op vakantie gaan. Ja, in principe is de motie is aangehouden en dan denk ik dat de discussie... Nou, de motie is teruggetrokken dan, hè, want aanhouden doen we niet. Maar ik heb een heen en weer spel gezien tussen de CDA-fractie en de portefeuillehouder, dan wel de vervangende portefeuillehouder.
zonder dat er hier in de raad, want er is een agendapunt opgevoerd, de mogelijkheid is om daar nog een opmerking over te plaatsen. En dat betreurt mij. Dus ik vraag aan u of ik, en ik weet niet of er nog meer fracties zijn, dat zou hun wel sieren, of ik Jan nog wat over die motie mag vertellen. Ja, ik zie dat ik de lachers op mijn hand heb en dat bevreemdt mij heel erg. Ik leg dat gewoon voor aan de raad van is er behoefte om dit inhoudelijk verder te behandelen of niet? Mevrouw Schunselaar. Sorry, ja. Ik heb alleen nog even een vraag. Ik begrijp even iets niet. Het CDA stelt voor om de motie aan te houden. Daarna hoor ik een overleg met de portefeuillehouder over 2 weken. Die dingen rijm ik eventjes niet zo. Daar zou ik graag een antwoord op willen hebben. Dank u wel. Daarmee geeft u ook antwoord op de vraag dat u dus een inhoudelijke behandeling wilt. Dan geef ik ook dit. Nee, ik begrijp even niet. Wordt er nu aangehouden? Dat heb ik gehoord. Maar daarna een gesprek met de portefeuillehouder daarover. Gebeurt het dan hier in de raad? Of is dat afzonderlijk met de portefeuillehouder? Dat begrijp ik even niet. De heer Dunnewind. Voorzitter, wat het CDA gaat doen is de input die hier voor ligt, om dat in elk geval de zorg te dragen dat het meegenomen wordt met de ontwikkelende verkeersvisie. En dat zal, zeg maar, de punten die daarop staan, die zullen, zeg maar, gewoon integraal gedeeld worden met de voorzitter. En die is uiteindelijk dan verantwoordelijk voor de uitwerking van het verkeersplan. De heer Van den Boren. Dank u wel, voorzitter. Als ik dus de geluiden allemaal bij elkaar optel, dan betekent dat toch het volgen van wat de raadsvoorzitter al heeft voorgesteld om dit onderdeel te behandelen bij de verkeersvisie. Ik ben het overigens ook eens met Gerrit de Jonge. De moties aanhouden, dat kan niet. Hij wordt ingetrokken. En als er een behandelingsvoorstel vervolgens aan wordt gegeven, dan denk ik, dan moeten we daar niet moeilijk mee doen, maar gewoon in één keer al die verschillende onderdelen behandelen bij de verkeersvisie. Deze punten hier genoemd staan, die wij overigens ook best voor een behoorlijk deel delen, laat dat ook duidelijk zijn, maar op het juiste moment in één keer en niet nu een soort onrust of mist opwerpen. Gewoon in één keer behandelen als het onderwerp aan de orde komt bij de verkeersvisie. De heer Remmers. Ik begrijp dat we toch een rondje gaan maken. En ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen bij de opmerking van Gerrit de Jonge van het is een agendapunt. Dus ja, dan zouden we er ook iets in ieder geval over mogen zeggen. Alleen die behoefte hadden wij in die zin niet, omdat we ons prima konden volgen in de lijn die voorgesteld werd. Daaraan gekoppeld inderdaad van budgetair zou er ook nog een probleempje kunnen ontstaan. En ik denk dat voor de verkeersvisie in zijn integraliteit wel budget al is meegenomen. Dus laten we het alsjeblieft op die manier daar in één keer meenemen. Dan hoeven we het ook niet over de centen te hebben. Tot zover, voorzitter. De heer Boerman. Ja, voorzitter, hier kan ik mij weer aansluiten inderdaad, over de kosten en de behandeling in één keer. Dus vandaar aansluiten bij de vorige sprekers. De heer Mors. Ja, voorzitter, als we straks die verkeersvisie en de plannen op tafel krijgen, dan zal er ongetwijfeld ook een onderbouwing aan de hand van cijfers en dergelijke komen. En dat is, wat ons betreft, is dat dus gewoon business as usual. Er hoeft dus ook geen apart krediet voor uitgetrokken te worden. Dank u zeer. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, allereerst ben ik een beetje de weg kwijt, want het college stelt voor om, gezien ook wat er in de commissie is besproken over het andere onderwerp, om de motie terug te trekken, hè, omdat het de inhoud aansluit bij een eerder voorstel. Die deel ik volledig. En laat ik ook helder zijn, ondanks de inhoud ons ook wel aanspreekt, voorzitter. Maar in de tweede termijn hoor ik de portefeuillehouder, de welvervattende portefeuillehouder, min of meer zeggen met andere woorden van, ik heb er niet zoveel kennis van, kom er maar over 14 dagen mee terug als wethouder de keurs aanwezig is. En dat bevreemdt mij. Ik zou het voorstel kunnen hanteren wat in eerste termijn gedaan is. De motie komt terug, die gaan we behandelen bij de verkeersvisie, dan wel bij het verkeerscirculatieplan, voorzitter. Maar er moet me wel wat van het hart. Want in de motie staan een aantal dingen, zoals kapotgereden bermen. Was het niet de coalitie die besloten heeft om te bezuinigen op onderhoud van de bermen? Dus ik zou graag willen horen van of dit plan nu
Ik hoor een interruptie, voorzitter. En we hebben wel eens meer discussie over interrupties, maar... Ik... Wat zegt u? Ik hoor de tweede interruptie al. Ik heb geen interruptie gehoord. Op verzoek om een interruptie. Dus, Okay. Goed, helder. Voorzitter, maar er is wat afgesproken over bezuiniging op bermen. Hè. Nu komt die zo opeens terug. Die bermen gaan ons ook aan het hart, laat ik gewoon helder zijn. Maar de kosten waar we nu zeg maar in de kader van de bezuiniging die eraan zitten te komen, vind ik dat we daar eerst eens op een zorgvuldige manier naar moeten kijken. Voorzitter, ik heb vanmiddag, want die motie kwam vrij laat binnen, heb ik wel wat mensen gesproken rond de Koevoerderwegstegen en ook met recreatiebedrijven die daar zitten. En ik ben er heel erg van geschrokken dat daar gezegd werd dat er vanaf de kant zeg maar, vanaf Hardenberg naar om en toe een groot probleem is die veroorzaakt wordt met name door grote tractoren, landbouwvoertuigen en vrachtwagens. En dat dat de reden is dat de recreanten die daar kamperen eerder voor kiezen om naar Demonsvaartboodschappen te doen dan naar Ommen. Dat baart me zorgen. En ik zou maar de portefeuille houden in het opvolging van deze motie willen vragen, want dat is volgens mij de baas wat er ligt, de handhaving. Of de portefeuille houden aan de overkant is wil praten over handhaving op deze weg. Het woord is aan de portefeuille houden. In mijn ogen nu wel een beetje een wonderlijke discussie met alle waardering voor de raad. En ook om te voorkomen dat ik nou iets gezegd heb wat ik niet heb gezegd. Het college adviseert negatief op deze motie. Laat ik dat nou nog een keer herhalen. Maar als de behoefte in de raad bestaat om hier heel gedetailleerd over te praten, zou ik het liever over 2 weken doen. Want ik heb in alle eerlijkheid de adviserend ambtenaar naar huis zien gaan. Omdat ik van de veronderstelling was na de behandeling in de raadscommissie dat uw raad geen behoefte had aan dit soort bespreking. Ja, het is voor mij het van 2-1. Of je hebt in de raadscommissie er geen behoefte aan en dan ook niet in de raad. Maar niet nu op deze manier. Als u er inhoudelijk over door wilt praten, prima. Dan ik kan ook de ambtenaar opbellen, komt hij weer terug. En dan gaan we een gezellige discussie met elkaar over hebben. Want ik zit er onvoldoende gedetailleerd in. Maar u heeft een verkeersvisie besteld, beste mensen. In die verkeersvisie maakt u een afweging. Daar hoort dit ook bij. En als u vindt dat de verkeersvisie onduidelijk is of onvoldoende is, dan geeft u een aanvullende opdracht en dan doet u dat met een goede afweging van de kosten. Maar dan hebben we net vanavond een hele discussie met elkaar gehad over financiën. En nou zegt u van een blanco krediet, want wij vinden dit belangrijk op basis van onderzoek. Ik vind dat onverstandig, dus u moet dat niet doen. En of u die motie dan aanhoudt of niet, dat zal mij verder een bied zijn, zeg ik u maar met alle waardering. Ik zou het verstandig vinden als u dit belangrijk vindt, het in te brengen bij het bespreken van de verkeers. Visie op het moment dat u dat onvoldoende vindt. Dat zou mijn advies zijn. Niet nu. Mevrouw Bakelaar. Ja. Moet me toch even van het hart dat ik de emotie van de voorzitter begrijp. Alleen volgens mij hebben we zojuist als CDA heel helder en duidelijk gezegd dat we dit advies volgen. Dus ik begrijp even deze uiteenzetting zeg maar, van de voorzitter niet helemaal richting welke kant hij opging. Maar goed, volgens mij hebben we helder en scherp wat we met deze motie doen. Dan concludeer ik dat de motie boven de aarde blijft zweven en ingebracht wordt in de verkeersvisie. Voor degenen die op vakantie gaan, prettige vakantie en een goede thuiskomst. De vergadering is bij deze gesloten.